7,5 jaar van absolute leegte en gemis. Ik mis de tijden waarin Insiya, zodra ze hello van Adele op de radio hoorde, vrolijk de telefoon beantwoordde met hello, ja? Ik mis haar kleine lieve wensen, zoals mama, ik wil ook naar Disneyland. En elke keer als ze een trein zag, wilde ze zo graag weer naar Daanruil. Haar neefjes en nichtjes bleven na Insiya's ontvoering vragen wanneer ze weer kon spelen. Ik heb ze nooit een antwoord kunnen geven. Vader Shehzad Hemani gaf 8 jaar geleden de opdracht aan een gespecialiseerd team zijn dochter bij haar moeder weg te halen. Zij slaagde erin op gewelddadige wijze het meisje te ontvoeren, waarna zij naar India werd gesmokkeld. De plek waar zij samen met haar vader nog altijd is. Het gaat hier om een minutieus voorbereide, gewelddadige kinderontvoering door een internationaal samengesteld team, bestaande uit voor een deel ex-militairen en ex-politiemannen, waarbij Insiya, een Nederlandse peuter van 2 jaar oud, met geweld uit de woning van haar oma is ontvoerd. Sinds die tijd heeft haar moeder Insiya slechts 3 keer gezien via Skype. Ze spreekt zelf van ongeveer 2 uur in 7,5 jaar tijd. Elke dag vecht zij nog voor de terugkeer van haar dochter. Ik wil vandaag hardop hebben gezegd: ik zal niet stoppen totdat Insiya weer thuis is. Hier in Nederland, bij mij. En ik zal nooit opgeven. Je kunt iemand 1 keer van het leven beroven. Maar Insiya wordt elke dag van haar leven beroofd. Want vrijheid is leven. En leven is vrijheid. En die vrijheid is van haar afgenomen. En in de levensfase waarin Insiya nu zit, is het van cruciaal belang dat er herstel komt. Want ze is nu op een leeftijd dat ze zich gaat afvragen wie zij is.